Ik heb het erg naar mijn zin, dus vandaar dat ik het verlengd heb. Dat is ook een van de redenen. En verder, ik speel goed. Ik heb nog niet helemaal het niveau wat ik graag wil hebben. Dus ik denk dat er nog genoeg te leren valt. Dus vandaar dat ik nog besloten heb een jaar te blijven. Jordi Baaijens maakte 2 jaar geleden de overstap van het Rotterdamse Haro naar de topclub. Inmiddels is hij een vaste waarde in Volendam. 2 jaar geleden toen ik wegging, zeg maar, speelde ik 2 niveaus lager dan nu. Nou, toen was het eigenlijk wel van, ja, kan ik het aan? Nou, toen zag ik aan mijn broertje die een jaar eerder ging, van dat het best snel ging. Nou, dat merkte ik aan mezelf ook. Die jongens zijn, die vangen je ook goed op. Ik ben daar heel erg blij mee. Inmiddels woont de Rotterdammer ook in Volendam. Van de reusachtige haven naar het kleine vissersdorp dus. Gelukkig heeft hij zijn draai kunnen vinden. Het enige verschil is als je hier, als ik naar de stad ging, dan waren er zeg even 500 winkels. En als ik hier naar de dijk ga, dan zijn het er 50 max. Nou, met alles erbij. Dus ja, dat is wel even wennen. Ik heb met die gasten die hier wonen, heb ik het erg naar mijn zin. We gaan af en toe wat drinken op de dijk, een hapje eten. Ik mag gewoon niet klagen. Ik heb het prima. Sinds het vierlandentoernooi van vorig jaar is Baaijens ook te vinden in het andere oranje. Belangrijk is de rol van keeper Gerry Eilers. Hij is al jaren actief op het hoogste handbalniveau en neemt de jonge Baaijens op sleeptouw. Oh, ik denk dat ik wel een goede band met hem heb, want je merkt bij hem wel echt dat hij stappen wil zetten met handbal. Dat heb ik natuurlijk zelf ook gehad. En ja, dat vind ik mooi om te zien, dat ik hem daarin kan helpen en misschien iets sturen. Dat vind ik leuk. Het is sowieso fijn om al iemand te hebben die je goed kent. Nou, had ik dan met Daan en Ger natuurlijk 2 mensen die ik al echt wat langer kende. Nou, dat is toch fijn dat je niet als enige dan in zo'n team terechtkomt, als vreemde bij. Voor dit jaar kunnen we Baaijens dus nog in actie zien in Volendam. Maar zijn ambities gaan verder. Ik hoop me volgend jaar hier nog in ieder geval goed te ontwikkelen en dan een mooie stap te maken naar het buitenland. En welk land dat zal zijn, dat maakt me niet heel veel uit. Jordi Baaijens.